Mag ik alsjeblieft mijn moeder bellen? Zeker weten dat ik me dan 100 keer beter voel. Ik heb ook een gevoel dat je niet echt meer bij mij past. Dat wij gewoon niet meer passen. Je gaat het toch niet uitmaken, hè? Jawel. Wat? Waarom? Maar we passen zo goed bij elkaar. We vinden elkaar superleuk. Waarom zou je het dan uitmaken? Ja, maar... Ik snap het niet. Hey, moeders kindje. Misschien je mama. Ben naar huis. Oh. Sikkel. Loser. Dit is groep 8 van de Nassau School uit Amersfoort. De klas is druk bezig met het instuderen van hun eindmusical. En krijgen daarbij hulp van de professionals uit het musicalvak. Volg dit spannende, swingende, maar vooral emotionele afscheid van 8 jaar basisschool. Dit is de eindmusical. Hey, heb je tampons dan? Ja, hier. Toppie, snel. Pak het. Wie gaat het doen, jij of ik? Ik sowieso. Oh, okay. Dat gaat echt branden, die tampons dan. Vet grappig. Vreselijk dit. Niet te weinig, hè? Ik had eens ergens gelezen dat die tandpasta dus super erg gaat jeuken. Lachen. Hebben ze tandpasta op mijn gezicht gesmeerd? Super grappig. Niet dus. Hé, hey, moederskindje. Hé. Hey. Wat heb je nou gedaan? Zit het op je wang? Ja, ik snap het wel. Normaal poetst thuis zijn moeder natuurlijk altijd zijn tandjes. Ja. Maar behalve vandaag, hè? Kunnen we mama anders niet even bellen? Kant. Het zit ook allemaal op je gezicht. Je kan er nog geen dag zonder je moeder, hè? Echt vreselijk dit. Sukkel. Loser. Lef is er helemaal klaar mee. Hij wordt gepest met zijn heimwee en zijn moeder wil hem niet komen ophalen. Daarom neemt hij een besluit. Als iedereen ligt te slapen, vertrekt hij stiekem uit het huis. De volgende ochtend is Casimir de eerste op de jongenskamer die wakker wordt. En hij ziet dat het bed van Lef leeg is. Lef. 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 Kaas, doe die lamp uit. Lef is weg. Die is gewoon even pissen. Jij neemt dus elke dag je tas mee naar de wc? Nou, ik weet zelf best wel hoe het is om gepest te worden. Ik kan gewoon aan Lef's gezicht zien dat hij ook wordt gepest. Vooral door Mason en Teun. Hij is hem gesmeerd naar zijn moedertje. Ik ga even buiten kijken. Ga je mee? Teun, wakker worden. Wat is er? Lef is weg. Waar naartoe? Ik denk dat we er hier bij moeten halen, jongens. Nou, dat denk ik niet, Kaas. We hebben niks kunnen vinden. We hebben overal gekeken. We halen hier voorbij. Straks verdwaalt hij. Kappen, Kaas. Ik wist dat als we naar de juf zouden gaan, dat wij weer de schuld zouden krijgen. Het enige voordeel van Les verdwijning is dat mijn kans om de rapper te spelen groter wordt. Dat is dan weer vet. Klopt dan aan. Waarom doe je het zelf niet? Pff, daar word je toch niet wakker van? Waar wel van dan? Waar slaat dit op? Ik had er bijna op een neus geslagen. Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand, jongens? Lef is weg. Hij is hem gesmeerd. Hoezo is die weg? Casimir kwam erachter dat hij niet in zijn bed lag en ook al zijn kleren zijn weg. Maar juf, kunnen we hem niet bellen? Niet zonder simkaart, Slimpy. Dit is geen grap, hè, jongens, want nee. Ik meen het als het een grap is. Geen grap. Oké, trek allemaal je kleren aan. We gaan hem zoeken. Over 10 minuten hier, ja? Ja. Stil even, wij snappen heel goed dat jullie je zorgen maken over Lef. Wij ook. Maar de juf is echt een zoektocht aan het organiseren en dan hopen dat het goed komt. Ja, en het hele dorp gaat mij helpen om hem te zoeken. Hij komt echt goed, hè? Maar ja, in de tussentijd, we kunnen niet anders dan wachten. En zoals Colleen altijd zegt, the show must go on. We hebben... Ik kan me echt niet concentreren met de gedachte dat Lef gewoon weg is. Merel, kunnen we iets praten? Het is uit. Waarom zouden we nog praten?
Oké, het is uit, maar dan hoeft het toch niet zo stom te doen? Hij moet niet denken dat hij het kan uitmaken en dan doen alsof alles nog leuk is. Het is niet leuk. En daarom hebben we vandaag iemand om jullie te helpen om grappig te zijn. Ik ben grappig van mezelf. Ik heb echt geen les nodig. Dat zullen we nog wel eens zien, want hier is degene die jullie gaat helpen. Jullie kennen hem van The Bodyguard. Jongens en meisjes, Patrick Martens. Hey, die Patrick Martens, hè? Als ik daar iets van moet leren... Nou, hij is sowieso grappiger dan jij. Leuk, leuk om hier te zijn. Ja, de eindmusical, spannend. Ik heb daar hele goede herinneringen aan, dus ik hoop jullie straks ook. Maar jullie zijn natuurlijk al helemaal voorbereid, zeker? Beetje zin in? Ja. Ja? Hi, ik ben Evie, ook wel bekend als Nel. Dus ja, ik kom hier even poetsen. Als je zo graag Nel wil gaan spelen, kun je hier ook wel eventjes gaan dweilen. Oh. Wat zijn die twee zich aan het uitsloven? Hou ik me liever rustig. Merel, wat is er? Kunnen we niet met z'n allen gaan zoeken? Merel, het komt echt goed. Jullie gaan gewoon repeteren, ja? Op naar de workshop van Patrick Martens. Ze durven toch wel? Ja, vast wel. Ja. Sorry, zou ik even naar de wc mogen? Ja, maar we gaan nu beginnen. Moet je heel nodig? Ja. Nou ja, als je moet, dan moet je toch? Ik heb al een keer een tv-serie gehad. Oh, echt waar? Ja, en toen speelde ze boom. Oh. En jullie zouden allebei wel Mel willen spelen? Merel loopt stiekem de repetitieruimte uit. Ze heeft besloten dat ze Lef gaat zoeken. Voordat we lekker aan de scènes gaan werken en een beetje aan comedy gaan werken, dacht ik, doen we even een warming up. Oké, ja, ga maar even door de zaal lopen, door de ruimte. Hè, en het is lekker weer, de zon schijnt buiten. Mason, doe je mee? Dus het is een goede dag. Ze hebben er zin in. Ah. Ja, het is aangenaam, het is fijn, het is lekker. En je ziet dat iedereen langzaam in een soort monster verandert. Het is een heel groot, eng monster. Maak maar veel geluid. En langzaam word je weer een beetje jezelf. Dan gaan we zo met Nel verder. Wat is comedy eigenlijk? Soms dan lees je een script en denk je van, nou, dat vind ik niet per se heel grappig. Nee. Dus dan, soms hoef je het niet alleen maar uit een tekst te halen, maar kan je het ook zoeken in een fysiek, een accent. Attributen, die kunnen je helpen om zo'n rol wat grappiger te krijgen. Dan geef je een bezem. Ja. En gebruik dat ook, want als je zegt een liedje studeren, zing een zin van dat liedje. Ik ben mezelf en daar kan niemand wat aan doen. Ik ben mezelf en dat vind ik echt heel cool. Ja, dat werkt heel goed. Dit was zo ontzettend leuk. Ik heb echt zo erg genoten. Dan gaan wij door met de volgende. Ja, prima. Evie, je loopt weer lekker, meid. Nou, het is goed. De show must go on. Ook als je gewond bent. En wat voor Nel zie jij het voor je? Nou, gewoon een enorm grappig meisje en natuurlijk ook wel knap. Ik merk, je praat toch een beetje zachtjes. Het is misschien voor jou een uitdaging om... Nel misschien zo praat de hele tijd! Heel hard! Waarom zeg je van Nel is natuurlijk ook heel knap? Misschien is Nel wel helemaal niet knap. Is het wel een heel lelijk gek wijf? Kom maar. Oh nee, niet mijn haar. Ja, ik vind dit dan meer Nel, hoor. Het staat je beeld schoon, schat, maar... Het is wel meer Nel. Oké, en nu willen we het hard, hè? Ja! Maken jullie eens geluid met z'n allen, dan moet ze overheen. Ga lekker hard praten. Kom eens overheen. Nou ja, ik werd dus vanochtend wakker. En toen moest ik natuurlijk bedenken wat ik aandeed. Ondertussen is Merel nog steeds op zoek naar Lef. Lef? Maar ja, wie ben ik? Oké, dankjewel. Volgende meisje. Lieke, wil jij? Ik ben een beetje klaar met Evie. Nu wil ik ook een keertje shinen. Ik ga nu ook gewoon mijn best doen. Jij krijgt een dweiltje. Oké. Wat ga je vertellen? Over hoe ik heb geslapen. Oké, dat is goed. Maar misschien kan je soms een zin zingen. En toen had ik dus helemaal gedoucht. En onder de douche ging ik dus ook zingen. Dus het was een beetje zo van... La, 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 la. Alleen ja, het bleek dus dat de douche koud was. Dus ik had het zo koud. En ik was echt zo van...
koud. Ik dacht, waarom doe je nou zo irritant? En dat vond ik echt zo stom. Maar ja, toen ging ik dus weer slapen. Ik wil lekker slapen. Maar ja, dat kon dus niet. Maar dan ben ik dus weer opnieuw gaan douchen. Maar ja, dat was super. Maar ja. Maar die herhaling steeds, dat maakt het ook steeds grappiger. Dat je weet iedere keer dat je het steeds weer herhaalt. Dat is echt heel geestig. En dat weet jij nog niet, Patrick. Maar gisteren had Lieke niet zo'n hele goede dag. Maar dit is echt zoveel beter dan gisteren. Bravo. Het is hartstikke grappig. Ja, dan is dit volgens mij een hele grappige Nel. Ja, ja. Over nadenken. Ja. Dankjewel. We hebben er nog eentje. Sarah. Misschien kan die doek om je hoofd. Snap je? Zo. En kan je iets met een accent? Ja, ik kan het wel proberen. Nou, doe maar wat. Maar wel overenthousiast, hè? Ja. Ja. Toen ik dat doekje op mijn hoofd had, zo grappig. Ik voelde me meteen Nel. Ja. Zo, dat is helemaal goed. Ja, toen ging ik daarna even kijken nog naar de kamer. En toen zag ik het toilet en toen, oh nee. Het toilet was vies. Het stront lag daar. Het was lag daar. Ja, woe! En dat accent wat je deed, nou, dat werkt ook hartstikke goed. En een fantasieaccent mag natuurlijk ook. Waarom niet? Ja, en het werkt. Goed gedaan. Dat zijn toch wel vier hele verschillende Nellen, toch? Ja, absoluut. Merel is verdrietig. Ze heeft Lef nog steeds niet gevonden. En ze heeft geen idee waar die is. Merel. Lef? Gaat het wel? De juf is je aan het zoeken. Ja, dat dacht ik al. Maar ik wil liever niet gevonden worden. Ik ben zo klaar met alles. Ik hoef iedereen echt niet te zien. Ik ben wel genoeg uitgelachen. Snap ik. Ik hoorde Mason en Teun tijdens de oefeningen deed het mami naar je roepen. Echt stom. Ik heb ook niet echt een goede week hier. Ik zie ze wel smoes hoor, de hele tijd. Dan kom ik eraan en dan doen ze alsof er niks aan de hand is. Nu Ibrahim het heeft uitgemaakt, is het kamp voor mij ook wel klaar. Echt zo gênant dat ik ben gedumpt. Ja, het is best wel lullig. Heb je het niet koud? Nee, dat valt ook mee. En ik word liever ziek dan dat ik gepest word. Zullen we dan eens een stukje doorlopen? Kunnen ze ons niet vinden. Oké. Kom. Jongens en meiden, de volgende scène waar we aan gaan werken is die van Bos B. Maar die van Nel, die Bos B speelt, zoals in scène 8 van de musical. Bos B is het toneel afgegaan en Nel moet opeens invallen. Dus de Nellen moeten Nel zijn, maar ook een manier bedenken hoe zij geloofwaardig Bos B kunnen zijn. Hè? De rapper, hiphopper, stoere jongen. Nou jongens, dit is de opdracht. Oh, dat is wel leuk. Ja, heel leuk. Ja. Evi, ik wil heel graag dat jij je nog een keer inleeft in Bos B. Nel die Bos B speelt. En Patrick geeft jou tegenspel. Patrick speelt namelijk een platenbaas. En jij wil heel graag jouw rapplaat bij hem opnemen. Dus je moet jezelf verkopen als Bos B aan Patrick, de platenproducent. Echte rappers die hebben altijd een entourage, toch? Die nemen altijd heel veel mensen mee dat je denkt, wie zijn dat? Geen idee. Dus misschien kunnen er een paar mee, gewoon, die er gewoon omheen staan. Een coole gang. Evi, ga je gang. Yo. Yo. Kan ik voor je doen? Nou, ik wil graag mijn cd verkopen. Oké. Okay. Wat maakt jou zo bijzonder? Ik kan goed rappen. Ik zie haar in de close-up. Ze is zo nice, ze geeft me love. Als een vliegtuigje bent zo fly. En door jouw liefde kom ik hoog in de sky. Dit was haar beste keer. Oké. Okay. Oké. En wat zijn verder jouw dromen? Wat zou jij willen? Beroemd worden. Beroemd worden? Dat wil ze al vanaf haar tweede. Wat zou ik voor jou kunnen betekenen? Mijn nummer uitbrengen. Oké, daar stoppen we.
Oké. Okay. Goed gedaan, we gaan een andere nail verder. Manouk, ga je gang. Hier is hij, de grote platenbos. Yo, man. Yo. Zeg, kun jij een plaat uitbrengen voor mij? Dat zou ik wel kunnen, maar waarom zou ik dat doen voor jou? Hé, hey, rustig, hè. Mijn rap skills. Als u hier even een handtekening zet, ja, dan is het genoeg. Nou, meisje, ik zet er helemaal geen handtekening. Ik heb er helemaal niks gehoord. 5, 6, 7, 8. Dag en nacht wil ik bij je zijn. Mijn mond is schoon, maar mijn hartje klein. Dus ladies, kijk me aan. Terwijl de klas druk aan het repeteren is, zitten Merel en Lef nog samen in het bos. Heb je altijd al heimwee gehad? Ja, al sinds ik jong ben. Ik liep altijd weg van de kleuterschool. Iedereen dacht altijd dat ik super stoer was, maar ik wou gewoon naar mijn moeder. Als ik weg ben van huis, dan voel ik me gewoon raar. Ik heb het nooit over mijn heimwee. Alleen met mijn moeder. Nooit met iemand van mijn eigen leeftijd. Ik voel me ook heel raar zonder Ibrahim. Misschien is dat een beetje hetzelfde. Hoe voel je je nu? Nu het uit is. Nou, ik vond Ibrahim echt heel leuk. Maar nu niet meer echt. Zelfs als hij me nog een keer verkering zou vragen, weet ik niet of ik wel ja zou zeggen. Ja. Zou ik geen ja zeggen als iemand me zo zou dumpen? En jouw vrienden dan? Als die opeens sorry zeggen, zijn dan wel weer gewoon jouw vrienden? Nee. Vrienden vertrouwen elkaar. En dan kan ze niet meer vertrouwen. We zijn allebei alleen. Misschien kunnen wij dan samen zijn. Vroeg ze naar verkering aan me? Wat bedoel je daarmee? Nou ja, ik heb geen vriendje meer en jij hebt geen vrienden meer, dus gewoon... Dacht hij nou dat ik verkering met hem wilde? Ja, dan zijn wij samen. Is goed. We zullen ze eens laten zien dat ze ons niet zomaar kunnen dumpen. We dumpen ze gewoon terug. Het klinkt wel chill. Heb je het niet koud? Ik tril bijna. Zullen we anders teruggaan? Is goed. Let's go. Koud, hè? Ondertussen probeert Sarah indruk te maken op Patrick. Ewa. Ik wil die platencontract tekenen. Ja, want dat willen heel veel mensen. Ja, maar ik wil het graag. Ik wil het meest hebben. Maar ik heb nog helemaal niks van je gehoord en gezien. Dus ik zou zeggen, laat maar eens zien dan. Lekker. Zie haar in de close-up. Yeah. Ze is zo nice en ze geeft me love. Ik hoor de zon gaan boem, boem, boem. Chica van jou wil ik een zoen. Lika? Ewa, broeder, jongen, je weet zelf alles gewoon. Maar ja. Ik wil die plaat uitbrengen. Je weet zelf. Ik weet dat ik het kan en dat... Maar wat is jouw verhaal? Wat wil jij vertellen? Nou, het gaat ongeveer een beetje zo. Dag en nacht wil ik bij je zijn. Mijn mond is groot, maar mijn hart klein. Dus lady, kijk me aan. Check mijn flow, baby, kun je me verstaan? I take you out, ik leef voor jou. Para sempre, ik blijf je trouw. Niet doen, zeg. Hey, mooi bonita. Ik geef mijn hart van deze Spaanse chica. Ik vind dat jullie het heel goed hebben gedaan. Ik denk dat wij wel genoeg hebben gezien, toch? Ja, dat was leuk. Dank je wel. En jij bedankt, Patrick, dat je dit allemaal uit hebt weten te krijgen. Ik denk dat wij moeten gaan overleggen. Ja. Wij gaan de keuze maken. Gaan we doen. Spannend. Nou, ik snap zeker dat die kinderen van de Nassau-school de prijsvraag hebben gewonnen. Wat de talent zit erin. Ze zijn goed en ze hebben er zin in. En volgens mij wordt dit echt een fantastische eindmusical. Dit was echt een hartstikke goede middag. Er gebeurde iets. Er was energie en leuke humor. Ja, en beter laat dan nooit. Maar eindelijk zagen we wat we willen zien. Ja, maar dat rappen dan. Die meiden allemaal rappen gewoon. Helemaal. De club die ze steunde. Ja, helemaal te gek. Ja, wij gaan nu overleggen, want het is tijd voor een keuze. Ja, het is nog best wel moeilijk. Spannend. Zeker spannend, want wie krijgt die rol van Nel? Merel! Zie je wel? Er is helemaal niks aan de hand. Gedoe voor niks, sukkels. Lef! Lef, man! Ik
Ik heb je moeder gebeld. We hebben ons superveel zorgen gemaakt. Ze komt je halen, hè? Mag ik mijn spullen gaan pakken? Gaat die nou weg? Loser. Ja. Dank je. Jullie zijn zelfs twee losers. Waarom zijn ze zo gemeen tegen hem? Ik dacht dat ze vrienden waren. Ze zouden elkaar toch steunen? Dat hadden we toch afgesproken? Ja, maar toen we dat afspraken, wist ik nog niet dat mijn moeder erin zou komen. Ik wil eigenlijk liever naar huis. Maar je laat die sukkels toch niet winnen? Het maakt niet uit of ik win of verlies. Ik heb er gewoon geen zin in. Maar je laat mij toch niet in de steek? Als jij weggaat, ben ik weer helemaal alleen hier. En als het niet leuk is, kunnen wij het toch leuk maken? Oh, en het zijn nog maar 3 dagen, dus je bent al over de helft. Ja, de dag is pas net begonnen. Oké. Ik blijf. Waar zijn je spullen? Binnen. En die blijven ook binnen. Net als ik. Ik blijf hier. Weet je dat zeker? Ik moet toch een keer mijn heimwee overwinnen. Als hij zo lacht, is hij eigenlijk best wel heel leuk. Ja. Ik weet niet of het gaat lukken, maar ik ga het op zijn minst proberen. Ik vind nu wel echt dat Lef een rol in de musical verdient. Maar we hebben nu wel een dag oefenen gemist, dus dat is wel balen. Jongens. Hey. Allereerst, ik ben zo blij dat jullie er allemaal weer zijn. En vanaf nu wordt het alleen nog maar leuk, oké? Okay? Ja. Ja, maar we gaan ook over tot de orde van de dag. En we hebben natuurlijk vanochtend een te gekke workshop van Patrick Martens gehad. En die heeft ons als coaches heel veel duidelijk gemaakt eigenlijk. En na lang overleg hebben wij dan ook een keuze kunnen maken voor de rol van Nel. Spannend, hè? Ja. Dus ik zou eigenlijk willen vragen of de 4 meiden die vanochtend auditie hebben gedaan, daar op de bank willen gaan zitten. Dankjewel. Carlien, alle 4 de meiden waren heel erg goed in de workshop. En misschien is het leuk als jij even per persoon aanstipt waar we extra door verrast waren. Oké. Evi, je hebt ons extra verrast vandaag omdat je zo goed geluisterd hebt naar de opdracht van Patrick om luider te worden en meer uit je schulp te springen. Nou, dat heb je gedaan en dat was hartstikke goed en aangenaam. Ik wil zo graag die rol van Nel hebben. Lieke, jij hebt ons verrast omdat je vandaag zoveel meer kleur liet zien dan gisteren en zoveel originaliteit. En met dat zingen en het spelen en die afwisseling was fantastisch. Ik wil die rol van Nel. Sarah, wat was je origineel in je keuzes? Die rare dans rondom de wc-pot, je gekke accent. Goed gedaan. Ik wil die rol. Manouk, wat heb je mooi gezongen. En wat had je een durf in je scène met Patrick met die hele possie om je heen. Goed gedaan. Die rol van Nel is echt voor mij geschreven. In de eindmusical zal de belangrijke en komische rol van schoonmaakster Nel gespeeld worden door Lieke. De volgende keer in de eindmusical. Zullen wij beginnen met Bos B? Want wij moeten nog steeds bepalen wie die rol krijgt. Ja, nee, absoluut. We gaan aan de slag, jongens. Jaren, truth or dare? Kan niet iemand anders? Tears of zo? Nee. Mag ik ook een wortel? Ja, tuurlijk. Auw! Dat was gewoon statisch. Hoe is het nog een keer? Het was echt een funky oversprong. Ik zag het zelfs. Grappig, hè? Oké. Ik heb dus 5 bandana's gekocht. Superleuk! Oh. Maar ik weet niet of we de 5e wel aan Jaren moeten geven of niet. Ga jij dat even vertellen? We zijn eruit. Wie de rollen van Bos B, Jeffrey en de tweeling gaan spelen.